Deze nieuwsuitzending is weer eens echt nieuws. Deze gaat over een publicatie gevonden op prisonplanet.com. Een website van Alex Jones. Een van de twee. Je hebt ook infowars.com. Dit is Prison Planet. Maar er staan dezelfde artikelen een beetje op. Dit artikel is gepubliceerd op 7 mei 2019. En het is nu 8 mei. Dus gisteren. Ik lees het even voor op zijn Engels en dan even kijken hoor. Ik kijk wel even waar ik zal stoppen. Het wordt al vrij snel duidelijk. Het artikel is goed geschreven, vind ik. Goed, de titel. Norwegian Health Minister, dubbele punt, let people smoke, drink and eat red meat. Dus de minister van Volksgezondheid van Noorwegen, dubbele punt, laat mensen roken, drinken en rood vlees eten. Dan begint de tekst. Norway's newly appointed health minister, Sylvie Listhaug, is no stranger to controversy, has once again stirred the public by claiming that she wants to avoid becoming the, tussen quotes, moral police, and instead intends to let fellow Norwegians indulge in bad habits as they please. Progress Party figurehead and newly minted Health Minister Sylvie Listhaug has shocked her compatriots with an unorthodox stance on nutrition, alcohol and tobacco. Dan komt er een quote van haar kant. I believe people should be allowed to smoke, drink and eat as much red meat they just want. The authorities may like to inform, but people already know pretty well what is healthy and what isn't, I believe. Listhaug told international broadcaster NRK. Dus de een belangrijke persoon in de Progress, Progress Party, partij van de vooruitstrevendheid of zo. En de nieuw aangewezen minister van Volksgezondheid heeft haar medelandgenoten geschokt met een onorthodox standpunt op voeding, alcohol en tabak. En dan zegt zij, ik geloof dat mensen toegestaan moet worden om te roken, drinken en te eten en rood vlees te eten zoveel als dat ze willen. De autoriteiten mogen dan de mensen informeren. Dat mogen ze willen. Maar mensen zijn echt wel op de hoogte wat gezond is en wat niet. Dat is wat ik geloof. Dat vertelde ze aan zeg maar, de Telegraaf van Noorwegen. Dan komt ze weer met een quote. My starting point for the job is very simple. I don't plan to be a moral police and I will not tell people how to live their lives. Instead, I intend to help people get information that forms the basis for making choices. She explained. Nou, dan staat er ook nog ergens dat ze zelf rookt. Social smoker, staat er ergens. Een sociaal roker is er zelf. Kijk, waar staat het hier dan? Ik heb het gelezen. Oh ja, precies. Er staat een quote van haar. I believe many smokers feel they have become pariahs. They feel they almost need to hide away. And I believe that is stupid. 41-year-old Listhaug, herself a social smoker, said. Dan komt er weer een quote van haar. Although smoking isn't good because it is harmful, adults have the right to decide for themselves what they do. Ja, en dan mag je ook nog weten dat Noorwegen, dat zit niet in die dom EU. Hè. Nee, die Noorwegenianen. Noorwegers, weet je dat? De Nooren, moeten wij zeggen, ja. De Nooren zijn in die zin een stuk verstandiger dan de Hollando's. Hé?
Wij betalen mee aan het idiote circus met €345.000 per ambtenaar per jaar. En ze hebben daar 40.000 ambtenaren. Dan weet je ook gelijk waar al die poen voor nodig is. Wist je trouwens dat de EU meevreet van de BTW? Nee, dat wist je niet, hè? Nee, maar die Noren ken ik wel. Die doen niet mee aan die idioterie. En die hebben dan ook nog een verstandige minister van Volksgezondheid. Want ik ben het totaal eens met deze vrouw. Kijk, roken is niet gezond. Je kan niet zeggen... roken is niet goed, het is niet gezond om te roken. Want het is schadelijk. Zeker weten, man. Ga jij maar roken, word je 's morgens wakker. En het is ook nog schadelijk voor je portemonnee. Met al die belachelijke accijnzen, ook dat nog. En het stinkt voor niet-rokers. Dat is het. Ja. Is het de taak van de overheid om daarop in te gaan grijpen? Nee, ik dacht het niet. Ik ben dan binnenkort. Hoe lang ben ik gestopt? Ik ben al in mijn vijfde week. Binnenkort ben ik dus. Kan ik weer een jubileum vieren? En dan ben ik 5 weken lang van de alcohol af. En de wiet. En ook dus hash. En andere drugs, ja, die heb ik wel gedaan. Maar dat mag geen naam hebben. Ik heb nog laatst wel eens even zitten kijken naar... Van, zal ik nog een keertje paddenstoelen doen? Dat is ook wel erg lekker, moet ik zeggen. Het is wel leuk als je een filmpje kijkt of zo. Een of andere stomme Netflix film. En dan, ja, dit is totaal boring, maar met een paddenstoel in je mik. Ja. Van wandeling door de natuur met een paddenstoel in je mik. Dat is ook wel leuk, denk ik. Maar die drugs, dat heb ik dan gedaan, de paddenstoelen. En ik heb ook speed gedaan. En hier bij de sjamaan, die zit naast Café de Wacht. Ga er een keer langs, haal die spullen gewoon. Het is toch, in Nederland is dat legaal. Mag je overal gebruiken. En paddenstoelen, ja, dan moet ik het toch naar hebben over onverstandige dingen doen. Ja. Het is er niet goed voor je, maar van paddenstoelen krijg je niks, man. En wat je kan doen, je moet ermee oppassen met die paddenstoelen, dat je ze niet te veel verwarmt. En je moet het wel, je kan ze rauw eten. Dat kan je ook doen, maar het is wel aan te bevelen om het een beetje te verwarmen. Maar niet boven de 70 graden Celsius brengen. Dat zou ik niet doen. Er wordt ook afgeraden bij de shaman. Daar kan je het ook even vragen hoe dat moet. En de makkelijkste manier is dan om die paddenstoel, ook een beetje miscellaneum. Dus dat is niet de paddenstoel zelf die je eet. Miscellaneum verkopen ze daar. Dus datgene wat onder de grond zit. Hè. Heel fijn snijden. Heel klein stukje. Top, 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 top. Zo fijn als dat je kan. Op een mooi schone snijplank natuurlijk. Dus je snijplank eerst mooi schoonmaken. En heel fijn snijden. Stukjes van 1 bij 1 millimeter of zo. En dan heb je kokend water. En dan doe je, als je een glas hebt van zeg maar 200 milliliter. Zeg maar 20 centiliter. Dan doe je daar dan 140 milliliter kokend water. Dat vul je aan met... Dus heb je dus 140 milliliter koud met 60 milliliter koud water. Nee, dat is niet helemaal waar. Je moet even rekenen dat het geheel niet boven de 70 graden kan. De koude water, dat is dan 15 graden Celsius. Dus moet je even een rekensommetje van maken. Dat kan ik natuurlijk nou wel even doen. Ja, laten we het toch een serieus nemen. We hebben het over drugs en alcohol en al die toestanden. Paddenstoelen, als we daarover gaan lopen zeuren, nou, dan is echt het einde zoeken. Nou, wat hebben we dan? Even denken. Je hebt 15. Dan is de temperatuur van het koude water. En dan heb je heet water, dat is een 100. En de totaal is dan natuurlijk 115.
Maar dan heb je dan een bepaald deel. Zeg maar eens even zeggen, 60. En dan 40. Wacht even. En dan wat is de eindtemperatuur? Is dan... die. Ja, jullie kunnen niet meekijken, maar 60 gedeeld door 100. Plus... die 15 gedeeld door 40. Oh, dit lijkt me niet helemaal oké. Okay. 15 gedeeld door 100. Nee, dat klopt niet. 15 gedeeld door 100. 40. 40. 15. Nee, het is een fout. Het is, 50, die 100. Even kijken hoor. Dan word ik weer gestort in Martin. Dit moet je toch uit kunnen rekenen. Je moet, het is die 100 graden keer punt 6. Keer die gedeeld door 100. En dan heb je plus die zijn 4 keer 40 keer gedeeld door die 40. Moet je toch uit kunnen rekenen. 100 keer. Shit zeg, en ik heb me niet eens stoned. Het is echt C4 keer C5. Oh, ik zie hem even. Ja, haha. We komen er wel uit. Don't panic. Dan heb je 42 graden. Als je 60 en 40 neemt. Dus dan als je dan 80 en 20. Ja. Dan heb je 67 graden Celsius. Nou, als je het echt wil weten, dan zal ik die formule nog een keer gaan controleren. Maar dit moet het zijn. Ja, 80 en 20. Dus 80% kokend water, 20% koud water. En dan heb je een eindtemperatuur van 67. Dus als je 0 doet, eindtemperatuur van 64. Nou ja, 15 graden Celsius moet denk ik wel. 15. Even controleren. B5. Hé, het is B4. Oh, wacht eventjes. Hé, nog geen foutje erin. B4. Je ziet, je komt er wel uit. Gewoon met een spreadsheet. Oh, dus ik heb 83 graden. Kijk, dat is niet goed. Dan doen we 70. Dat klopt ook weer met mijn verwachting. 30. Dat is nog steeds niet goed. 60. En dan 40. Hé, we zijn eruit. Ja, dat moet je doen. Dus als je de 200 milliliter neemt, dat is een normaal waterglas. 120 milliliter kokend water. 80 milliliter water van 15 graden Celsius. En dan heb je een theetje van 66. Dus dan kan je in, als je nog 100 graden is, doe je een theezakje in. Trek je daar een beetje thee van voor het smaakje. Dan giet je dat koude water erbij, dus 80 milliliter. Dan heb je bij elkaar 200 milliliter. En dan die paddenstoelen erin. Dan laat je dat even trekken. En dan schiet je die werkzame stof, die lost op. Die gaat in dat theemengsel zitten. En dan lekker kleine stokjes nemen. Heel lekker, man. Ze stoont als een aap. Wat je ook kan doen, is het... Dat is erg lekker. Dan moet je eitje bakken. Dat deed ik zelf dan. Zo'n lekker flubbel eitje. Hoe noem je dat? Een roerei. Zo'n eitje in de pan. En we gaan nou alles mee doen. Peper, zout, ellende. Zie maar wat je doet. Niet te veel kruiden gebruiken. Want die paddenstoel heeft van zichzelf ook een smaakje. Een beetje grondachtig, bitter smaakje. Dat is toch wel lekker hoor. Hebben we zo'n eitje lekker gebakken. En dan moet die ook een beetje afkoeleren. En dan die snippertjes...
Michelinium er doorheen. Ja, man. En hoe lang werkt dat? Nou, niet eens zo gek lang. Misschien 2 porties. Dat je, dan heb je de film uit en dan heb je dat ook weer gehad. Nou, dat was even een uitje naar... kijk hoor, verwerpen, kan weg. Nou, die Noorse minister. Ja. Die dan, zei ze ook weer. Sylvie Listhaug. Die krijgt natuurlijk een bak van kritiek over zich heen. Vind ik volledig onterecht. Dat hele gedoe met longkanker en toestanden, dat is begonnen in de jaren 70. Dat ze erover begonnen, hè? Oh, het komt allemaal van het roken. Ja. Ja. Ik weet het niet, hoor. De vader van mijn moeder, die is overleden. Wat was die man? En die had wel iets, die had een long emfyseem had hij. Dus dat is geen kanker, maar wel een behoorlijke killing. Ja. Die heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Het VU ziekenhuis. En daar konden ze niks meer voor hem doen. Toen is hij met de ambulance naar zijn woning gebracht. Waar hij zijn hele getrouwde leven gewoond heeft. En daar lag hij in de woonkamer. En in die tijd studeerde ik in Wageningen. En ik ben daar regelmatig langs gegaan. En toen hij uiteindelijk de pijp uitging, toen was ik er ook. Als er kinderen waren erbij. Ja, hij heeft wel veel pijn geleden, dat was echt niet leuk. Ja, zijn hele lichaam was eraan. En kwam het nou van het roken? Ja, ik weet het niet. Die man was op. En het was een nare man. Het was een man waar mijn tante Teel bang voor was. Ze vond hem een enge man. En toen was mijn oma, die zat in dat huis en daar hadden ze gewoond met 3 kinderen. Dat was een huis met voldoende slaapkamers en zo. Ja, zat ze dan in er eentje in dat huis. Ja, met die best een grote tuin. Die lag niet zo heel perfect. Die tuin lag op het noorden. Maar de voortuin lag... Nee, dat zeg ik niet goed. Die tuin lag op het zuiden. Wat is dat nou? Wat best een mooie tuin eigenlijk. Maar hij was heel slecht ingericht. Laten we van de tegels lagen daar. Belachelijk. Die man, de vader van mijn moeder, die had dat er eventjes zijn handen uit zijn mouwen moeten steken en er even een leuke tuin van maken. Je hebt een tuin op het zuiden, man. Daar had er druiven kunnen laten groeien. Gewoon een pergolaatje maken. Ja, zo moeilijk is dat niet. Beetje koeienstront erin, man. Een koeienstront genoeg daar in Bovenkerk. Dat is Amstelveen, dat is een landelijk gebied. In die dagen dan. Alsmeer is vlakbij. Nee, er lagen allemaal tegels. Onderhoudsvrije tuin. Ja. Kon hij lekker bier drinken en naar voetballen luisteren. Nou, toen was hij de dood gegaan. En toen heeft mijn oma er nog een tijdje gewoond. En die kreeg toen een nieuwe woning, een flatje aangeboden. Wat ze makkelijk kon schoonhouden. Een heel leuk flatje. Iets van 2 slaapkamertjes. En een woonkamer met een open keuken. Je kent dat wel, met een soort van barretje. Waar je aan kan eten als je dat wil. Had ze sobertjes ingericht. En dan de spulletjes die ze nog had, die had ze meegenomen. Nou, de spulletjes waar ze aan gehecht was. Hè. En de rest allemaal niet. Toen kwam ik bij haar langs op een dag. En was heel blij. Ze had in die flat een vriendin. En die kwam uit Suriname. Die heb ik ook nog even gezien. Die kwam even langs om een kopje suiker te lenen of zo.
Of om de story of de privé terug te brengen. Want die lazen ze dan samen. Zoiets. Maar ze was de reuze blij. En ik vroeg nog, is het niet erg hè? Met dat opa nu dood is? En vrij snel na zijn overlijden is ze verhuisd naar die woning. Zo'n bejaarde flatje, zou ik maar zeggen. En mijn oma keek me zo heel droogjes aan. Ze zei, wat? Ik ben blij dat die klootzak weg is. Jeetje, wat een eikel was dat. Nou, die man die rookte zijn hele leven al echt als een tempelier. Van die zware check pafte die weg. Ja. Ik weet niet nog, mijn moeder die woonde toen in Groningen. En hij was langsgekomen bij haar, bij zijn dochter. En ik zou met hem terugrijden naar Amstelveen. En hij draaide dan, zo bij mijn moeder nog thuis, ging die checkjes draaien. Nou, die rit van Groningen naar Amstelveen was iets van 2 uur. Nou, dan draaide die 8 checkjes of zo. En die gingen er allemaal door. Ja, die kon goed roken. Maar het was geen aardige man. Mijn tante Til was bang voor hem en zijn eigen vrouw was blij dat hij pleiter was. Wat een eikel was dat, zei ze. Bij wijze van spreken. Dat zei ze niet zo in die woorden. Maar... ja, waar is die man dan overleden? Ja. Aan het roken? Terwijl mijn opa van mijn vaders kant, dat is de vader van mijn vader, die rookte op zijn hoogtijdagen 2 pakjes Caballero, Caballero noemde hij dat, per dag. Of 1,5 pakje Caballero. Nou, pakjes van 25 sigaretten. Man. Die rookte de hele kamer geel. Daar deed hij niet moeilijk over hoor. Lekker paffen, paffen, paffen. En ineens in de 2 jaar dan pakte hij de witselkwast. En dan werd de hele woonkamer weer wit gemaakt. En dan ging hij heel tevreden in zijn stoel zitten. Er waren alles, het plafond was weer wit. En de muren waren weer wit. En dus alles was weer keurig wit. En dan stak hij weer een caballero op. En dan kon hij weer 2 jaar lang, 3 jaar lang paffen. Totdat zijn vrouw weer ging klagen. Zei van Frans, het is weer hartstikke geel en bruin. Die is 83 geworden. Die kreeg een hersenbloeding. Precies. Die was aan 1 kant verlamd. En dat had ik, hij was in elkaar gezakt. En mijn oma had gelijk gebeld. Van, ja, ja, ja. En toen ook met de ambulance en alles. En ziekenhuis en toestanden. En ik hoorde dat. Onmiddellijk heb ik alles laten vallen. Ik studeerde toen in Wageningen. Ja, precies, hij is ongeveer dezelfde tijd dood gegaan als die, aan de opa van de andere kant. En ik kwam bij mijn oma binnen. En mijn opa die was nog niet eens opgehaald door de ambulance. Die lag daar nog. Op de bank in de woonkamer. En mijn opa die keek me aan en die zei van... hey jongen, jij hier? Van dat snel? Dat lijkt Apeldoorn wel. 83 is die geworden. En het valt me dan wel op, hè? De een wordt dus 83 en die heeft dus ook een enorm aantal grammen, wat zeg ik, grammen? Kilogrammen tabak weggepaft, man. En die is 83 geworden en een hersenbloeding gekregen. Ja, dan kan je ook zeggen, ja, dat is van het roken. Ja, hij is 83 geworden. Dan mag een mens een keer doodgaan. Dan en weer. En mijn oma, die zat dus de hele tijd passief mee te roken. Ja, de familie, die kreeg dus, de kinderen, die kregen medelijden met het arme mens. Die zat de godganse dag in alarmfase 3. Het leek wel Rijnmond en omstreken. En Rijnmond is een industrieterrein bij Rotjeknor. Als ik het wel heb. En die hebben toen voor haar zo'n ventilator
gemonteerd. Iets voor de verjaardag of zo. Of zonder meer. Nou, mijn vader is daar nog langs geweest. Die heeft met een glassnijer zo'n cirkeltje uit het raam gehaald. Dat ding gemonteerd. Die ventilator. Met zo'n trekkoordje eraan. En een ander touwtje vanuit het stopcontact. En dan kon mijn oma zo... Krik. En dan werd al die rook van mijn opa, die werd de tuin ingeblazen. Ja, mijn oma vond het wel oké. Maar die is 90 geworden. Ja, ha. Ja, maar dat is van het passieve roken. Anders had ze namelijk 190 geworden. Ja, ga dan weg. Door roken is gevaarlijk, ja. Maar een slecht leven leiden ook, hoor. Je moet altijd maar boos doen tegen iedereen. En, kankeren. Ja, daar word je ook niet gezond van. Ga toch weg. En los daarvan, het is niet de taak van een overheid om dit soort dingen af te kondigen. Punt. De taak van de overheid is om de boeken bij te houden. Aan wie is er geboren, wanneer en van wie. En wie is er dood gegaan. En waar. Is er sprake van een ongeval, een misdrijf? Of was het gewoon van ouderdom? En als er een uitbraak is, als er een epidemie is, ja. Dat is ook wel fijn dat de overheid dat weet. Van, oh, er is alweer eentje doodgegaan aan de ziekte van kakel of zo. Hoe moeten we iets aan gaan doen? Tuberculose of whatever maar je een uitbraak van kan hebben. Maar we hebben helemaal geen uitbraken meer van verschrikkelijke ziektes hier in Nederland. Dat is gewoon niet waar. Dat was vroeger misschien. Ook dingen als polio worden zwaar overdreven. En een ziekte als meningitis. Het heeft alles te maken met slechte hygiëne, dacht ik. Er zijn meerdere oorzaken van ziektes. En je hoeft niet de hele tijd klaar te staan met vaccinatieprogramma's. En het is de taak van de overheid niet. Kijk, het is leuk als de overheid een centje neerlegt voor een website waarop je kan zien wat de gevaren zijn van roken. Ja, daar heb ik mee gehad. Dat hoef je helemaal niet maandelijks te updaten. En dan kan je ook... Maar dat zijn al voldoende van die stichtingen. Hoe moet je stoppen met roken? Nou, niet roken? Punt. En je kan het zeggen, als je wil stoppen met roken, het heeft geen zin om te minderen. Dat lijkt me een goede tip. Als je wil stoppen met roken, moet je stoppen met roken. En dan is het verstandig om dan ook even niet om te gaan met rokers. Maar aan de andere kant, ja, wordt er wel gerookt. Misschien moet je dan een sigaretje meeroken. En dan weer stoppen met roken. Het is meer een kwestie van discipline en een wil. En dan kan iedereen stoppen met roken. Dingen beginnen als nicotinepleisters en al die zaken. Dat zou ik niet doen. Jezelf voor de gek houden is dat. Gewoon weten dat als je stopt met roken, dan krijg je last van. Dubbele punt. Nou, heb je een opsomming van 7 à 8 klachten die op kunnen treden. Dus voordat je stopt met roken, moet je even naar dat lijstje kijken en zeggen, nou, daar moet ik even rekening mee houden. Veel mensen worden prikkelbaar, bijvoorbeeld. Ik heb daar geen last van, maar een ander, ja, mogelijk wel. Nou, hou er even rekening mee. Maar aan de andere kant, als jij wil stoppen met roken, als je het echt wil, dan doe je dat. Door Mira, een vriendin van mij uit Amsterdam.
Heel toevallig. Ik had er dus aan de lijn. Zij belde op via Skype. Heel gezellig. Zitten we zo weer anderhalf uur te lullen. Over van alles als nog wat. Als twee oude wijven. En ik vertelde zo. We zeiden van, nee, hoe gaat het dan? En zo. En ze weet het een en ander van mijn privé dinges. We zitten samen op internet. Hè? Dus, geen geintje. We zijn profies. En ik zei dus van, nou, ik ben gekapt, hè, met smoken. En gekapt met alcohol drinken. Gewoon bijl erin, klaar. En zei ze, oh, en heb je daar hulp bij gezocht? Ik zei, nee. Oh, zei ze. Nou, zei ze, ik ben ook gestopt met roken. Ik zei, oh. En zij dan iets eerder dan ik. Zij was toen 4 weken gestopt. En ik was toen net 1 week gestopt of zo. 2 weken. Allebei zonder hulpmiddelen, hoor. En zij rookt nog wel wiet. Nou, moet zij weten. Zou kunnen dat ik ook weer ga beginnen, maar ja, met wiet. Maar het, ja, nou, dat weet ik. Voorlopig hoef ik helemaal niks. Dus ik drink mezelf te pleuren als aan thee. En ik slaap goed. Ik word op tijd lekker wakker. Ik ben lekker aan het schoonmaken. Ik heb een positief gevoel. En mijn dochter komt zaterdag eten. En morgen komt er een schip met geld binnen. Als alles goed gaat. Condeo Volente. Als ik eindelijk een keertje mazzel heb in mijn zielige leven. Nee, ik ben helemaal niet zielig natuurlijk. Ik wil maar zeggen. Mensen moeten roken als ze dat willen. En ze mogen stoppen met roken als ze dat willen. En ja. Maar wat kost zo'n website nou? Waarop. Het is gewoon een WordPress-website. Met 4 pagina's. Hooguit. Eventueel wat telefoonnummers van instanties die je kan bellen voor begeleiding met roken. En het stoppen met roken. En die mogen dan die website betalen. We hoeven daar als overheid helemaal niks aan te doen. Je hebt er van die stichtingen hier in Nederland, weten die? Stoppen met roken, punt nu. We werden er toch zo uit. Daar hoef je als overheid helemaal niks aan te doen. En dan die zielepoten die niet in een eindje kunnen stoppen met roken, maar het wel willen. Nou, die gaan dan naar zo'n website toe. En ja, die website die wordt dan betaald door het feit dat ze dan een telefoonnummer zien of een e-mailadres. En dan hangen ze vervolgens aan voor een therapie. Die ik weet niet hoeveel maanden duurt en die kost dan €30 per maand of zo. Je gaat acupunctuur doen of zo. Ja, mijn tip zou zijn, hè, als je wil stoppen. Stop met alles waar je. Waar dan niet gezond is voor je. Denk goed over je eten. Suiker is ook een killer. Wees voorzichtig met suiker. Zet daar even de bijl in. Ga groente eten. Maar let maar goed op je eten. Dat is erg belangrijk. Geen kant-en-klaar maaltijden kopen. Oh, niet doen. Maar dan moet je zelf kijken wat dan bij jou past. Ja. Ik zou dingen gaan eten zoals ja, lekker praktisch eten. Avocado. Gewoon een avocado. Dan koop je er een paar. Oh, hier op de markt kost het echt geen drol. Hè? Dan koop je er een paar. En dan eet je elke dag een avocado als ontbijt of zo. En een avocado overlangs opensnijden, die pit eruit wopperen. Als je echt een beetje een jolige bui bent, dan stop je die pit in een pot aarde. Heb je nog een leuke plant ook. Maar meestal flikker je die natuurlijk weg. Ja. Die pit weggooien. En dan in dat kuiltje, daar heb je zo'n 2 van die helften met een kuil erin. En in zo'n kuiltje, daar doe je een scheut olijfolie. Beetje zout, beetje peper. En dan met een klein lepeltje. Eet je hem op. Lekker, man. En ga je noten eten. Gedroogd fruit. Alles met weinig smaak. Relatief weinig smaak. Ik zou geen Indiaanse curry gaan eten op zo'n moment. Dat kan de hele boeltje verpesten.
En in mijn geval ben ik dus gekapt. Eerst al gekapt met koffie. Ja, en toen ben ik gekapt met alcohol en wiet. En toen heb ik mijn pakje Shag nog opgerookt. De inhoud daarvan. Niet de verpakking. Dat heb ik helemaal leeg gerookt. Daar heb ik wel bijna een week mee gedaan. Ja, ik voelde het einde naderen. Dus ik ga steeds dunnere Shaggies draaien. Maar uiteindelijk, ja, was daar het laatste kruimeltje tabak. Waar ik nog een heel dun Shagje van wist te maken. En toen was het op. Wasbak schoongemaakt. In de kast gezet. Voor als de gasten komen. En die mogen bij mij roken. Geen enkel probleem. En dan niet op een schoteltje, maar met een normale asbak. Ja. En ik had nog een pak suiker. Dat heb ik allemaal leeg gedingest. In de thee deed ik dat. Nou, er was de suiker op. Maar heb ik ook geen nieuwe suiker meer gekocht. Ik heb wel gisteren, ik kon het echt niet laten. Was er een aanbieding bij de Plus. Dus, 3 marsen voor 1 euro. Niet van die grote marsen, maar dat oude modelletje. Dat simpele modelletje. Niet mini, maar dat normale modelletje. Ja, dat kan ik niet laten liggen hoor. 33 cent voor een mars, man. Ja, daar zit toch proteïne in. Hè? En een mens moet toch eten. Ja, die dan wel. En voor de rest gekapt ermee. En heb ik daar een overheid voor nodig? Nee, helemaal niet. En dan zeg je, ja, maar die mensen in jouw omgeving, die willen zo graag stoppen met roken. En die lukt het maar niet. Dan denk ik, ja, dat is mijn probleem niet. Het is mijn probleem niet. Ja, maar straks krijgen ze longkanker en ja. Ja nou? Ja, maar dan vind ik jou wel hardvochtig. Wat ben je nou te zeuren? De longkanker komt ook voor onder mensen die helemaal niet roken. Alvleesklierkanker. Die Steven Jobs. Steve Jobs. Van Apple. Apple computer. Die was fruitist. Een soort veganist, maar dan nog erger. Die kreeg alvleesklierkanker. Ja. Ja, moet ik me daar zorgen over maken? Dan, het fruitisme moet verboden worden. Want Steve Jobs heeft alvleesklierkanker gekregen. Nee. Helemaal niet. Dat is een alarmisme. Houd het toch over op. Het is de taak van de overheid niet. De overheid moet de boeken bijhouden. Meer niet. Wie is waar aan dood gegaan? Het zou ook heel fijn zijn dat als er misdrijven worden gepleegd, dat we dan een algemeen register hebben. Dat, ja, er zijn wel meer dingen voor de overheid die ik wel nuttig vind. Rechtspraak bijvoorbeeld. Dat zou ik wel bij de overheid willen neerleggen. Het is een beetje een rare boel als dat lokaal gebeurt. Maar niet dat de overheid met een vingertje gaat lopen beweren van dit mag je wel en dit mag je niet in je mond stoppen. Daar heb ik echt een pesthekel aan. En het kost heel veel geld, ook nog een keer. En mensen die dat dan graag willen, die dat als een soort toezicht willen voor zichzelf. Van ja, ik ken mezelf en ik ben heel erg, ja, het vlees is zwak en... Ja, ik ben echt zo iemand. En dan, oh ja, ik wil dat er iemand op mij, ja, dat die toezicht houdt op mij. En dan word je toch lid van de algemene toezichthouders dingesvereniging. Dan meld je je maar aan. Dan betaal je €500 per jaar. En dan word je iedere maand gecontroleerd of je niet stout hebt gedaan. En dat doe je dan toch lekker zelf. Ja, al die campagnes van de overheid. Wanneer je moet 2 keer seks hebben in de week. Ja, dat bepaal ik toch lekker zelf. Ja, een mens moet wel bewegen. Ja, dat bepaal ik lekker zelf. Hier bij de gemeente hebben ze het sportbedrijf. Wat hebben we voor onzin? Nou, dat kost allemaal geld hoor. Ja, dan kunnen die kinderen fijn sporten. Daar hebben we toch sportverenigingen voor. Ja, nog een zucht, zucht en nog een keer zucht.
Nee, dan moet de gemeente moet dat doen. Dan denk je wel van onzin. Je maakt een website voor ouders en daarop staat... het is belangrijk dat je kind voldoende beweging krijgt. Schaf daarom voor je kind bijvoorbeeld aan... goede wandelschoenen. Goede wandelschoenen in Arnhem zijn te kopen bij dubbele punt. En die winkeliers die betalen maar mee aan die website. Ook verstandig is het om je kind een fietsje te geven. Kinderfietsjes kan je kopen bij... blablabla. En die lui die betalen maar mee aan die website. Dan heeft de overheid er helemaal niks mee te doen. En kinderen moeten lekker bewegen, ja natuurlijk. En wat kost zo'n website? Helemaal niks. Want kinderen moeten niet de hele dag op de bank zitten met een iPad. Of een ander vervangend elektronisch apparaat. Een beetje Game of Thrones te gaan lopen spelen. Want het is tegenwoordig ook een spelletje. Gillige weg. Kinderen moeten af en toe naar buiten. Ja. Ik had vroeger ik had zo'n hobby. Dat was fotografie. Nou, dan beweeg je hoor. Toen ging ik met mijn vriendje op de fiets. Dan gingen we helemaal naar Amsterdam-Noord. Naar de havens. En dan gingen we daar gave foto's maken. Ja, en dan weer helemaal terug fietsen natuurlijk. We zijn ook naar Artis geweest. Op de fiets. Ja. En we hadden niet zoveel geld, allebei niet. En dan gingen we naar de Camex. Maar die had geen vestiging in Amstelveen. Nee, ben jij maf. Die had een vestiging in Amsterdam. Ja, dan gingen we op de fiets naar de Camex. En weer terug natuurlijk. Ja, zo kom je wel aan je kilometers, hè, in de week. Door je hobby en die heet fotografie. Ik weet nog, op een ochtend werd ik wakker. Het was een zaterdag. En een mist, jongen. Was ergens in de herfst. En ik zag die mist. Ik denk, yeah. En ik gelijk mijn bed uit. Nee, ik was natuurlijk opgestaan en ik keek naar buiten. En ik zag al die mist. Ik gelijk aankleden, een paar boterhammen in de mik. Een beker melk erbij en huppakee, naar buiten toe met mijn camera. En op de fiets naar het Amsterdamse bos. En daar op mijn buik gelegen heb ik paddenstoelen in de mist gefotografeerd. Je hebt die film Gorilla's in de mist. Ik had dus de serie Paddenstoelen in de mist. Een mooie foto's geworden. En niks mis mee. Nou, ik kwam wel in mijn beweging. Oh ja, en vissen. Vissen zit je de hele tijd stil. Nee, homo. Tuurlijk niet. Want ik had, ik zat te vissen bij die sloot naast de flat. Ja, dat was een klein eindje lopen. Ja. Maar ik ging heel vaak vissen aan de Amstel. Ja, dat is meer dan 10 kilometer fietsen. Nou, meer dan, iets van 8 kilometer. Niet overdrijven. Nee, ook weer terug. Ja. Nee, we hebben overal gevist. Weer ergens een watertje. Dan gaan we daar vissen. Dan gaan we op snoekbaars vissen. En dan roeien met zo'n bootje op de Amstelveense poel. Ja, ik heb er helemaal geen overheid nodig gehad om mij te laten bewegen. Ja. Mijn dochter die kwam op een dag thuis. Ze had een heel fijn onderwijssysteem waar ze heel erg bezig hielden met kunst, cultuur en dus seks. Ik heb nooit begrepen wat het nou met elkaar te maken had, kunst, cultuur en seks. Maar tegenwoordig wordt er heel erg ruim over gedacht. En die moest dan dus ook een programma aan, dat heette Gym. Dan kwam ze op een dag kwam ze thuis en zei ze tegen mij van nou, ik vind het belachelijk. De gym, dat moet alleen verplicht zijn voor mensen die te dik zijn. Zij zei, want ze is vrij goed in taal, ze zei voor mensen die obese zijn en niet voor mij. Nee, dat vond ik ook. Al die instelling, die lag op 2 kilometer afstand van de plek waar ze sliep. Of ze nou bij mij sliep of bij de moeder. Heel eind de bult op en dan weer de bult af en dan op de weg naar huis weer precies weer de bult op en weer de bult af. Dat kind moest 5 kilometer per dag fietsen. En dan ging ze ook nog wel eens mee met een vriendinnetje. En die woonde dan in de buurt van Giesbeek. Ja, dan moet je ook naar Giesbeek. Dat kind fietste gemiddeld iets van 8 kilometer per dag. Nou, dat is dus 40 kilometer in de week. Alleen voor de doordeweekse dagen. En soms in het weekend zijn ze tegen mij van... Pap, ik ga vandaag, heb ik een afspraak met Lisanne. En dan gaan we daar dit en dat. Lot. En dan gaat ze helemaal naar Arnhem-Zuid fietsen. Ja, ha. Maar dan moet ze ook nog gimmen van de overheid. Dan denk ik, ja, hou toch op.
De overheid bemoeit zich met van alles en nog wat. En de enige reden die erachter zit is dat ze zich graag bemoeien met van alles en nog wat. En wij vinden dat op een of andere manier lekker. Nou, ik dus niet. En is Sylvie Lintouw, weet ze nou? Ja, Sylvie Listhaug. Ja, die houdt er ook niet van. En allemaal mensen komen om vallen over haar woorden heen. En ik vind het één grote onzin. Ik wou dat wij zo slim waren als die Noren. En dan gelijk per onmiddellijk stappen we uit de EU. Dat hele rookverbod toestand, dat schaffen we af. Aan iedere kroegeigenaar die mag zelf bepalen of er in zijn establishment gerookt mag worden, ja of nee. En ik kan je nu al vertellen dat dan de meeste kroegeigenaren zullen zeggen, nou, bij ons mag gewoon gerookt worden. In Café de Wacht wordt weer gewoon gepaft. Ja, je moet je even nagaan. Café de Wacht is een VOF. En die mensen die daar achter de bar staan, die roken allemaal. Stuk voor stuk. En die gasten die daar komen, 90-95% paft. En die 5% die dan niet paft, die vinden het helemaal niet erg dat er in Café de Wacht wordt gepaft. Want ze komen daar voor de gezelligheid en niet om te zeiken. In het streetcafé idem dito. Wat maakt dat uit? Allemaal verhuizen naar Noorwegen? Moeten we dat gaan doen? Halleluja, prijs de Heer. Ik heb weer een mailtje binnengekregen van Martin Rijgersberg. Het heet Op weg naar nog betere klimaatmodellen. Dat is Martin van de Clio, is dat. Dat is leuk hoor. Nou weer. NASA die gaat een satelliet maken voor het meten van stofdeeltjes. Ja. Nou maar hopen dat de Amerikanen er niet aan mee betalen. Dat is ook weer zoiets. Dat vind ik ook echt niet nodig. Geldverspillerij. Vind ik. Stofdeeltjes. Wat maken we nou dan weer uit? Dat klimaatalarmisme in het algemeen hoor. Ik vind het. Het is aan mij niet besteed. Misschien morgen wel, maar vandaag niet. Ik heb een hele leuke geüpload. Er zit humor in. Dat is nieuws nummer 639. Dat is sodomie en het positieve aan seks. Seks en seks. Met humor. Hey mensen, reuze bedankt voor het luisteren. Ik stel het echt erg op prijs. Maakt me toch wat minder eenzaam, hè? Zoals oude man die dan ja, helemaal gestopt met roken, gestopt met alcohol, en gestopt met wiet dan ook. Geen koffie meer, geen suiker meer, behalve een Mars op zijn tijd, omdat het in de aanbieding was. Ik ga lekker op mijn balkon, ga ik ik heb radijszaad gekocht. Ik heb een hele grote pot. Die ga ik volstorten met van die potgrond. En dan ga ik mijn radijszaad in uitzetten. En goed houden aan het voorschrift. Gisteren heb ik ook mijn andere twee planten gered van een gewisse dood. Die waren echt wel erg aan toe, man. Maar nou niet meer. Die staan nu weer in een lekkere, goede grond. En ik hoop dat ze, net als ik, de levenslust weer terug weten te vinden. En dat ze heel groot gaan worden. En heel mooi. En dan ga ik mijn moeder, die mag dan weer komen kijken bij mij. Als het allemaal opgeruimd is en schoongemaakt. En de planten weer lekker aan het groeien zijn. En dan maak ik misschien wel voor mijn moeder een salade. Met radijsjes uit eigen kweek. Hey, jullie reuze bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers. Zag ik tjus. En dag lieverds.